dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Kip. In deze aflevering neem ik jullie mee in een dagje met Kip. Stap voor stap laat ik jullie zien wat we gaan doen. Onze ochtend begint om 6 uur 's ochtends. Ik laat jullie graag het ochtendritueel van Kip zien. In de huiskamer hebben wij een kleine babyfoon staan. Deze babyfoon heeft een bestuurbare camera en deze kan ik waar ik ook ben met mijn telefoon bedienen. Je ziet de tijd 6 uur 's morgens. Dit is de tijd dat Kip wakker wordt. Het maakt niet uit hoe laat we gaan slapen, zowel vroeg of laat. Om 6 uur is ze wakker. Ik ga de video zometeen iets versnellen. Ik wil jullie namelijk laten zien dat wij niet direct reageren wanneer Kip wakker wordt. Kip moet leren dat ze gewoon rustig aan moet doen. Wanneer ze rustig is, kom ik naar beneden en laat ik eruit. De ene ochtend is dit makkelijker dan de andere ochtend. Je ziet het, ze is nog steeds wel onrustig. Maar als ik naar beneden kom, dan hoort ze mij lopen op de trap. Je ziet, ze is gelijk gefocust en een heel stuk rustiger. Eerst ga ik ervoor zorgen dat het wat lichter is in de huiskamer. Dit doe ik alleen maar om te laten zien dat zij kalm moet zijn. Dit heeft ze al heel goed geleerd. Ze wacht keurig netjes totdat ik klaar ben. Ook wanneer ik de bench openmaak, zal je zien dat ze gewoon rustig blijft zitten. Zodra ik het deurtje open doe, rent ze er gelijk uit en loopt ze met me mee naar buiten. Eenmaal buiten aangekomen, merk ik heel goed waarom ze zo verschrikkelijk onrustig was. Normaal plast ze 1 keer. Je ziet de stippen op het gras. Maar dit keer loopt ze toch even een paar stappen verder en gaat ze nog een keer zitten plassen. Ze moest gewoon heel nodig. Vanaf de bench naar buiten, eigenlijk tot na het plassen, geef ik er geen aandacht. Wanneer ze eenmaal geplast heeft, dan is het goedemorgen en gaan we even spelen. Ook Musli komt even goedemorgen zeggen. Maar voor Musli is het nog erg vroeg. Direct na het plassen gaat ze eigenlijk gelijk weer terug de bench in. De ene keer doet ze dit uit zichzelf, de andere keer moeten we er een beetje helpen. Je ziet, ze is eigenlijk gelijk direct ver vertrokken. Je ziet het pootje bewegen. Het is 10 uur. We gaan even naar het veldje toe om even te plassen. En we gaan even spelen. Dit is echt maar een klein blokje om. Het gaat er echt alleen om dat ze even kan plassen. Na het plassen mag ze even de beesten uithangen. Dit is nieuw. Dit vindt ze prachtig. Rennen door de caravan en springen op de kussens.
alweer tijd voor de middagwandeling. We hebben Kip al aangeleerd, als ze het echt niet kan houden tot aan het veldje, dat ze dan op straat gaat poepen. Niet op de stoep en niet in de tuin. Je bent even een weekje aan het trainen, maar daarna heeft ze het door. Rustig lopen aan het lijntje, het gaat te gek. Het is 3:00 en 4:15. Ik vouw ze even samen. Om deze tijden ga ik er echt alleen even ontlasten. Ik ga 3 keer per dag met haar een stuk lopen. De tijden tussendoor laat ik haar gewoon nog even in de tuin. Later zal dit toch komen te vervallen. Dan gaan we 4 keer per dag wandelen. Dit is de grote mag de bench uit huis ja of nee test. Mevrouw en ik zitten nu gewoon in de achterkamer. We hebben de ensuite deur even dicht gedaan, zodat ze niet door het hele huis heen kan. We wouden even kijken wat er gebeurde als we haar gewoon alleen in de voorkamer lieten. In het begin zie je er gewoon wat rondscharrelen in de voorkamer. Maar dan doet ze opeens iets wat ze nog nooit eerder heeft laten zien. Ze is nog nooit op de bank geweest, want dat willen wij ook niet hebben. We hebben dit nooit voorgedaan, we hebben het nooit toegelaten. We hebben het eigenlijk ook nooit bestraft, want ze heeft er nog nooit interesse in getoond. Maar wanneer de kat, ofwel de baasjes van huis zijn, springt de hond op de bank. We hebben dit even laten gebeuren. We zitten gewoon in de achterkamer. Maar als we op dit moment de kamer in waren gekomen, was ze zeker van de stoel of bank gevallen. Zodra ze veilig op de stoel is, maken wij wat geluid in de achterkamer. Dit hoort ze, springt direct van de stoel af en loopt richting de ensuite-deur. Maar dan... ze gaat even rustig zitten. De kat uit de boom kijken, zo noemen ze dat ook wel. Ze loopt een beetje te drentelen, maar dan loopt ze naar de andere stoel, springt direct op de stoel en tot onze grote verbazing wil ze het dressoir op. Dit vinden wij echt niet oké, dus wij gaan hier direct op af. Het is 7:30, het moment van de dag. We gaan heerlijk naar het bos. Dit doen we 1 keer per dag. Hoe spannend of hoe leuk het ook is, we willen altijd dat ze ons in de gaten houdt. Hier zie je, ik ga achter een boom staan om me te verstoppen. Ze draait zich direct om, want ze is me kwijt. Helaas gaat ze niet op zoek naar mij, maar rent ze direct naar mevrouw. We keren het nu om. Ik sta nog steeds achter de boom, maar aan de andere kant. En inderdaad, ze vindt me direct. Water, water, water is iets wat wij heel belangrijk vinden. Vooral in een wandeling in een bos waar ze eigenlijk heel veel kan roffotten en heel veel kan spelen, vinden wij het gewoon heel belangrijk dat we altijd water bij ons hebben. En we gaan natuurlijk gewoon door, ook met de training. Hier heb je de komfluit. Ze speurt weg, hoort de fluit en komt direct naar ons toe. Ze krijgt van ons de beloning, we halen haar aan en we laten haar gewoon weer lopen. Zou je haar nu direct aan het lijntje doen, gaat dit niet meer helpen. Want ze denkt, wanneer ik de komfluit hoor, moet ik aan de lijn. En we zijn aangekomen bij de laatste wandeling. Dit is gewoon weer een blokje omlopen, gewoon naar het grasveldje en weer terug. We zijn ook aangekomen bij het einde van aflevering 6. Ik zie jullie graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Kip.